Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl We zien op deze satellietanimatie dat we vanmiddag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten hadden, maar we zien vanuit het Noordwesten ook een dik pak bewolking naderen. Dat hoort bij een storing die in de loop van de namiddag en avond over het land gaat trekken. Bij die bewolking hoort ook neerslag. Als we op de regenraden gaan kijken, dan zien we al wat neerslag ten noorden van ons land langstrekken. Daar hebben we dus nu nog niet bij te maken. Maar laat vanmiddag en vanavond volgt vanuit het noordwesten dus die storing. En we zien de eerste neerslag al in het uiterste linkerbovenhoek van het scherm naderen. Vanavond veel bewolking dus. Verspreid valt een beetje regen. Het stelt niet heel veel voor. Er staat nog steeds wel een stevige wind. In eerste instantie uit het zuidwesten. Maar in de loop van de avond gaat die draaien naar het westen en uiteindelijk zelfs het noordwesten. Overwege de avond is het een graad of 12. Vannacht gaat de regen geleidelijk aan wegtrekken, dan komen de brede opklaringen en dan in eerste instantie is het ook een tijdje droog. Later in de nacht kan in het noorden weer een enkele bui vallen. Het koelt af tot een graad of 5 en er staat nog steeds een vrij stevige noordwestenwind. Ook morgen overdag hebben we te maken met een stevige wind, dan vooral uit noordelijke richtingen aan zee mogelijk krachtig, windkracht 6. Verder hebben we een afwisseling van wolken, zon en een aantal buien die over het land trekken. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden. Kijken we dan naar de dagen daarna. Op de zaterdag heeft het noorden redelijk weer flink wat zon, graad of 14, in het zuiden is wat meer bewolking en valt mogelijk een enkele bui. Het wordt daar een graad of 15. Tijdens de paasdagen is het licht wisselvallig weer, er vallen een aantal buien. Waar en wanneer dat precies zal zijn, dat is helaas nog niet echt goed te zeggen. De middagtemperatuur gaat omhoog naar zo'n 17 of 18 graden op beide paasdagen. Op de paas zondag staat vrij veel wind, op de maandag een stuk minder. Kijken we dan nog even naar de dagen daarna, dan zien we dus die temperatuurstijging in de loop van het weekend. En na de paasdagen blijft de middagtemperatuur redelijk aan de hoge kant. En ook in de nachten is het met een graad of 10 behoorlijk zacht. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.